Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie aanwezig zijn bij de presentatie van Fotografiereizen. We laten vanavond onze Nederlandse fotoreizen zien. Er komen nog steeds mensen binnen zetten, zie ik. Dus we wachten nog even een minuutje af tot iedereen er is. En dan beginnen we zo met de presentatie. Goed, ik denk dat we wel kunnen beginnen. Als de collega's ook even het geluid weer aanzetten. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. We doen de presentatie vanavond met z'n vieren. Bovenin Patrick Gijsbus, Ron Buist, Ton Drijfhamer. En ik, zei de gek, Jolande Wals. Ik ga nu de presentatie starten. Nou, wie de presentatie doet, had ik zojuist al gezegd. Ton staat niet op dit plaatje. Ton die gaat jullie vragen onder meer beantwoorden. Onderaan in je scherm zie je staan Q&A. Als je vragen hebt, stel ze. Stel ze ook gerust tijdens de presentatie. Een van ons doet steeds de presentatie en de anderen die beantwoorden meteen je vragen. Dus stel ze gewoon continu tijdens de presentatie. Ga ik eerst mezelf even voorstellen. De collega's gaan zich straks voorstellen. Ik ben Jolande Wals. Ik ben samen met Henk Wals eigenaar van Fotografiereizen. Fotografie is altijd mijn passie geweest. Als driejarige stond ik al bij mijn vader in de donkere kamer en later werkte ik als tiener al in fotozaken. Ik heb de fotovakschool gevolgd en ben altijd beroepsmatig werkzaam geweest als fotograaf. Ik heb onder andere opdrachten gedaan voor Porsche, veel voor de Rabobank gewerkt. En sinds 15 jaar draag ik mijn zeer uitgebreide kennis graag op anderen over middels fotografiecursussen en fotoreizen. Wie is Fotografiereizen? De meeste van jullie kennen ons misschien inmiddels wel. Voor anderen zijn we misschien een nieuwe organisatie. Wij organiseren fotografiegroepsreizen over de hele wereld, speciaal voor hobbyfotografen. En of je nou een beginnend hobbyfotograaf bent, of je bent een vergevorderde of professional, dat maakt eigenlijk niet uit. Ook alles ertussenin. Iedereen krijgt op zijn eigen niveau begeleiding. Dus het maakt niet uit op wat voor niveau je zit. We zijn lid van de branchevereniging VVKR. We zijn lid van het reisgarantiefonds, GGTO. En dat betekent, mochten we failliet gaan, wat we uiteraard niet van plan zijn, dan is je reis gedekt en krijg je gewoon je geld terug vanuit het reisgarantiefonds. We hebben een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor de reisbranche. We zijn lid van het calamiteitenfonds. En die komt bijvoorbeeld in actie als er op IJsland een vulkaan uitbarst en we zouden niet terugkomen. Of je bent in Zuid-Amerika en er zijn politieke onlusten. Dan zorgt het calamiteitenfonds dat we weer terugkomen. Met andere woorden, je gaat met ons altijd vertrouwd en veilig op reis. Alles hebben we voor je geregeld. Nou, wie zijn onze reisbegeleiders, fotografen? Nou, je ziet ze hier op de foto. Een team waar we heel trots op zijn. Een team met echt topfotografen met een enorme kennis van fotografie. Enorm gedreven en ook heel enthousiast om hun kennis over te brengen op andere mensen. Ze hebben ervaring in het begeleiden van fotoreizen en ze helpen jou echt om met die, om met de wouwfoto's weer thuis te komen. Je maakt echt een mooie stap in je fotografie als je met ons meegaat. Nou, dan waar jullie eigenlijk vanavond voor gekomen zijn. De Nederlandse reisbestemmingen die we hebben. We hebben de 5. Ameland, Veluwe in de herfst, Brabant, de Groninger Waddenkust en de Drentse Heide. Alle fotoweekenden zijn 3 dagen, van vrijdagochtend tot zondagmiddag.
En we proberen zoveel mogelijk het mooie ochtend- of avondlicht mee te pakken, zoals hier op Sunset Beach op Ameland. We maken ook voor elke fotoweekend een WhatsApp-groep. Daarin staan bijvoorbeeld tijden van vertrek voor zonsopkomst, ontbijt of diner worden daarin doorgegeven. Soms ook locaties waar we naartoe gaan, die worden daarin ook gedeeld. Want bij sommige reizen kan je ook met eigen vervoer overal naartoe rijden. Heb je trouwens bezwaar tegen opname in de WhatsApp-groep, dan kan je dit vooraf aan fotografiereizen melden. En we zorgen dan dat je op een andere manier op de hoogte wordt gehouden. In principe hebben we bij elk fotoweekend twee keer een bespreking van de gemaakte foto's. En dat is absoluut niet om foto's te bekritiseren. Maar je leert er enorm veel van. Vooral om naar mekaars foto's te kijken. Want door te kijken naar foto's van anderen doe je weer ideeën op. En dan denk je bijvoorbeeld van, hé, dat ik op die manier er niet heb nagekeken. Zo had ik het ook kunnen doen. Nou, er wordt ook geregeld even meegekeken op je camera-schermpje. Hier is collega Johan die even meekijkt. Zo krijg je op de locatie zelf al aanwijzingen om nog mooiere foto's te maken. En zo ga je tijdens zo'n weekend zelf eigenlijk steeds beter fotograferen. Iedereen wordt individueel op zijn eigen niveau begeleid. Maar stel dat iemand een vraag stelt die voor iedereen interessant is, dan roepen we de groep even bij elkaar, zodat iedereen gewoon die uitleg kan horen. We krijgen ook heel vaak de vraag van, ja, wat gebeurt er nou als het regent? Nou, gelukkig, in al die tijd hebben we dat nog maar één keer gehad. Dat was tijdens een fotoweekend in Drenthe. Maar voor de rest gaat het eigenlijk altijd goed. Maar we hebben een alternatief programma, indien noodzakelijk. Al onze hotels die liggen echt op hele mooie locaties. Zo ligt bijvoorbeeld Hotel Mooi Veluwe midden in het Spuldenbos. En het Hotel Zeegse Duinen die ligt direct naast de zandverstuiving. Vervoer ter plaatse doen we meestal met eigen auto's, behalve op Ameland. Daar doen we het per fiets. Meerijden met elkaar is uiteraard mogelijk. En ook carpoolen naar het fotoweekend kunnen we proberen te regelen als je niet over eigen vervoer beschikt. Nou, dan beginnen we met de eerste bestemming. En dat is Ameland. En het heeft een reden dat we met Ameland beginnen. Want met Ameland is het eigenlijk allemaal begonnen voor fotografiereizen. Ik gaf al heel veel fotocursussen en kreeg op een gegeven moment de vraag of ik niet een keer een heel weekend kon organiseren. En een van de deelnemers wilde dat wel voor mij organiseren en dat werd Ameland. Nou, iedereen was zo verschrikkelijk enthousiast naar die eerste keer, dat er meteen geroepen werd van, ja, volgend jaar wilden we weer. Nou ja, zo geschiedde. Nou, vervolgens kwam er een jaar later een vraag om een fotoreis naar IJsland te organiseren. Nou, ook geen punt natuurlijk. En het werd wederom een groot succes. En er volgde nog een tweede IJslandreis. Maar ja, ik besefte wel van dat je een fotoreis, dat moet je goed regelen. En je moet je zaakjes goed op orde hebben, zodat de deelnemers aan de fotoreis safe op reis gaan en geen enkel risico lopen. En zo is fotografiereizen eigenlijk geboren. We zijn bij alle belangrijke fondsen aangesloten, zodat de deelnemers gewoon veilig en vertrouwd op reis gaan. En dat is bij 99% van de fotoreizen die aangeboden worden online, is dat niet het geval. Nou, dan gaan we daadwerkelijk naar Ameland. Dag 1. Je wordt verwacht aanwezig te zijn bij Wagenborg Passagiersdiensten in Hollum op vrijdag om 9 uur 's morgens. De boot vertrekt om 9:30. Parkeren van de auto, dat kan op een grote parkeerplaats bij de boot. Je wordt ontvangen door de fotografen van fotografiereizen. De bagage die gaat op een bagagetreintje, die gaat onderin in de boot. Zorg wel dat je je fototas bij je houdt, want ja, fototas zit natuurlijk waarde in. Nou, zodra je eigenlijk op de boot stapt, bekruip je eigenlijk meteen al het vakantiegevoel. Ameland is slechts een half uurtje varen, maar ik heb altijd, als ik daarheen ga, direct het idee dat ik in een heel andere wereld zit. En ook op de boot kan je natuurlijk alvast gaan fotograferen. Bij aankomst dan staat de taxichauffeur jou en je medereizigers al op te wachten met een bord fotografiereizen.nl. En de taxibusjes die brengen ons naar het hotel, waar dan de fietsen voor ons klaarstaan.
Moet ik wel even één ding bij zeggen. Je kunt kiezen voor een gewone fiets, die zit bij de prijs in. Een elektrische fiets is optioneel. Het is voor de meeste mensen wel aan te raden, en zeker voor de niet geoefende fietser. Want er staat altijd enorm veel tegenwind op Ameland, of wind, maar ja, vaak tegenwind. En in de duinen ook, dan rij je echt heuvel op, heuvel af. Dus over het algemeen is een elektrische fiets aan te raden. Nou, je wordt ontvangen in Hotel Nes, onder het genot van een kopje koffie of thee. En dan doen we eerst even een voorstelrondje. Iedereen zegt waar die vandaan komt, noemt zijn naam en vertelt even hoe ver die is met fotografie, zodat we dat als fotografen ook weten. Vervolgens heb je lunch in Nes. En dan gaan we naar het strand, waar beginners uitleg krijgen over diafragma, sluitertijd en ISO en de basiscompositieregels. Gevorderden krijgen daarentegen een zeer uitdagende opdracht. Wat dat is, verklappen we uiteraard nog niet. En vervolgens krijgen ze ook nog een korte cursus landschapsfotografie, maar dan uiteraard die wat verder gaat dan wat de beginners krijgen. En voor de zeer vergevorderden die iets bijzonders willen doen, kunnen ze natuurlijk aan de slag gaan met lange sluitertijden fotografie. Dan krijg je dit soort effecten. Vervolgens stappen we op de fiets en gaan we een fietstocht over het pad door de duinen maken, waarbij je echt meerdere malen afstapt om foto's te maken. Zoals bijvoorbeeld het lijnenspel bij het fietspad, structuren op het strand, we wandelen naar de vogelkijkhut. Dan ga ik één te ver. Wat vinden wij belangrijk tijdens onze fotoreizen? Dus uiteraard dat je een aardige stap maakt in je fotografie, hè, of je nou beginner bent of gevorderde. Maar daarnaast vinden wij het ook heel erg belangrijk dat het gezellig is en dat je het echte er even tussenuit zijn gevoel hebt. En dat je nergens om hoeft te denken, dat je alleen maar hoeft te denken om je fotografie. En daarnaast dat je ook nog iets leert van de omgeving, want dat maakt jouw verhaal compleet. Het is dus onze bedoeling dat je met wouwfoto's thuiskomt, maar dat je daarnaast ook met het echte wouwgevoel thuiskomt. En dat je echt zegt van nou, dit was zo'n geweldige reis. Dan is het voor ons geslaagd. Goed, we zitten nog steeds op dag 1. Nadat we ons avondeten in Holm nabij de vuurtoren genoten hebben, gaan we naar Sunset Beach, zo noemen ze dat. En hier kun je altijd een prachtige zonsondergang fotograferen. Vooral de rij paaltjes is heel leuk als onderwerp om dat in jouw foto op te nemen. Ja, het is statief neerzetten en fotograferen maar. Het leuke is dat het elke keer op Sunset Beach weer anders is. Het licht is anders, de weersomstandigheden zijn anders. Ook zonder de paaltjes kan je mooie foto's maken op Sunset Beach. Als het gouden avondlicht bijvoorbeeld heel mooi in die ribbels schijnt en je net dat licht in je foto vangt, dan heb je ook een schitterende opname. Dus je hebt niet altijd de paaltjes daar nodig. En je kan ook deze avond met filters werken. Heb je zelf geen filters, dat is geen enkel probleem. Onze fotografen hebben setjes met filters. Ze hebben houders mee, ze hebben adapteringen mee, dus je mag ze altijd lenen en uitproberen. Zo kan je bijvoorbeeld iets met lange sluitertijden doen met een ND-filter. Overigens hebben we niet alleen filters voor je mee. We hebben ook altijd een reservecamera mee. Dus gaat je camera stuk, dan kan je altijd door blijven fotograferen. Nou, als de zon dan helemaal onder is, is het tijd om terug te fietsen naar Nes. Maar je kunt eerst nog even een foto van de strandtent in het blauwe kwartiertje maken. En ook kunnen we nog even een stop maken bij de vuurtoren. Om de lichtbundels van de vuurtoren te fotograferen. Moet wel het statief even weer uit de fototas, want het is inmiddels al aardig donker geworden zoals je ziet. En de sluitertijden zijn op dit moment niet heel erg snel meer. Dat lukt je niet meer uit de hand. Nou, dan zitten we op dag 2. Vroeg je bed uit, want ja, we willen de zonsopkomst fotograferen. Het hotel ligt vlakbij het strand, dus je bent zo op het strand. Dat is echt een paar minuutjes fietsen. En niet alleen de zonsopkomst is mooi, maar ook bijvoorbeeld de vogels aan de waterkant die in de ochtend op zoek gaan naar hun voedsel. We werken bij al onze fotoreizen het liefst met 2 fotografen als begeleiding, dus met 2 groepen.
Soms staan we gezamenlijk op een locatie als er ruimte genoeg is voor iedereen. En soms gaan we ook elke groep apart naar een andere locatie. Het voordeel is eigenlijk dat er altijd wel een fotograaf in je buurt is. En we dus altijd aandacht hebben voor iedereen. Want per fotograaf zijn het immers maar 5 tot 7 deelnemers. Dus per fotograaf heb je aandacht genoeg. We nemen ook altijd heel rustig de tijd om te fotograferen. Je bent op pad met gelijkgestemden, dus niemand vindt het ook erg om even op een ander te wachten. En pas als je tevreden bent, dan ga je terug naar je hotel voor het ontbijt. Ja, en na het ontbijt dan wacht natuurgids Theo ons al op. Theo die staat hier rechts op de foto. We fietsen met hem naar het gebied bij de kooiplaats en gaan daar aan de wandel in een echt schitterend natuurgebied. Down and up, down and off. Echte locatie waar je zelf eigenlijk privé niet komt. Overigens, als je iets minder goed te been bent, hoef je niet down up, down off. Je kunt ook onderlangs lopen. Ja, en dit is Theo. Theo is echt een super enthousiaste man. Hij wijst je echt op allerlei kleine plantjes en insecten. Nou, als je meemaakt, zul je ook zien. Het is een prachtige man, een geweldige man. Hij vindt onderweg ook allerlei dingen, allerlei diertjes. Dus vergeet absoluut je macrolens niet als je die hebt. Dit is dus overigens de rugstreeppad. En zelfs deze sprinkhaan met zijn schutkleur, die wist Theo voor ons op te sporen. Het leuke is ook dat door het enthousiasme van Theo mensen ook dingen gaan fotograferen die ze normaal eigenlijk nooit zouden gaan fotograferen. Nou, als we de wandeling met Theo gehad hebben, dan gaan we lunchen bij het Kooigruus. Dat is daar vlakbij de plek waar we aan het wandelen gaan. En na de lunch heb je even rust of je kunt zelf naar een van de strandopgangen gaan om te fotograferen. We zullen je een rustige strandopgang wijzen waar niet al te veel mensen zijn. Nou, aan het einde van de middag volgt dan in 2 groepen een fotobespreking. Hier leer je dus echt enorm veel van, vooral door het kijken naar foto's van anderen. En na het avondeten, wederom de zonsondergang fotograferen op het strand van Nes. Hadden we nou gisteren op Sunset Beach een hele slechte zonsondergang, bewolkt weer of iets dergelijks, dan kunnen we vandaag ook ervoor kiezen om alsnog weer naar de paaltjes op Sunset Beach te gaan. Nou, hier zie je een zonsondergang vanaf het strand van Nes. Een van de deelnemers die aan het werk is. Ook de volgende ochtend gaan we weer vroeg op om de zonsopkomst te fotograferen. Je kan in je bed blijven liggen, maar ik zeg dan altijd van ja, dan mis je wel echt iets. Want je weet nooit hoe de zon opkomt. Vaak is het heel mooi, terwijl je het niet verwacht. Overigens ontvang je altijd vooraf een uitgebreide beschrijving van het fotoweekend met allerlei tips. En tijdens het weekend zelf word je gewoon volledig ontzorgd. Alles is geregeld, je kunt je echt volledig richten op je fotografie. Dit is een van de collega's die nog even de foto extra interessant maakt door even in de lucht te springen. Nou, na de zonsopkomst gaan we terug naar het hotel. We zitten op de derde dag inmiddels, op zondag. En naar het lekkere uitgebreide ontbijt in Hotel Nes gaan we weer op de fiets om het standbeeld van de reddingswerkers te fotograferen. En het kleine haventje met onder andere het boothuis van de reddingbrigade. Wat leuk is, in eerste instantie denk je van, ja, wat moet ik met zo'n standbeeld? Maar hier trekken we je echt uit je comfortzone en we laten je hele uitdagende beelden maken van dit standbeeld. De ervaring leert ook gewoon dat men daarna niet meer bij het standbeeld weg te slaan is. En dat je gewoon continu nieuwe invalshoeken ziet. Dat is heel leuk om dat mee te maken bij mensen. En zo laten we ook zien dat je van iets heel simpels toch een hele mooie foto, bijzondere foto kunt maken. De ene groep gaat dan eerst naar het standbeeld, de andere groep gaat eerst naar het haventje en daarna wordt het omgewisseld. Zo zit je elkaar ook niet in de weg. Daarna gaan we naar Nes en dan gaan we aan de slag met hele uitdagende opdrachten. We doen dit in kleine groepjes van 3 personen. We verklappen nog niet wat deze opdrachten zijn, want dan is het niet leuk meer. Maar iedereen vindt het altijd superleuk om te doen. En er wordt vaak na 2 of 3 opdrachten zelfs aan ons gevraagd van... Of men nog eentje mag doen.
Daarom laten we daar ook geen foto van zien. Dit is gewoon heel iets anders. Vervolgens gaan we terug naar Nes, hebben we de lunch. Ja, en dan gaan we terug naar het hotel voor de laatste fotobespreking. Wederom doen we dat weer in twee groepen. De taxi haalt ons zondag rond 3:30 ongeveer op voor het vervoer naar de boot. En dan kun je nog de laatste foto's op de boot maken. De boot vertrekt trouwens om 4:00 PM. En dan ben je rond 5:00 ben je weer op de vaste wal. Bij alle fotoweekenden krijg je trouwens een naslagwerk met fotografietips, zodat je alles wat je hebt geleerd thuis nog eens weer na kunt lezen. Nou, wat zit er inbegrepen bij deze reis om? De bootovertocht van Holwerd naar Ameland. De taxi van de boot naar het hotel en weer terug. 3 dagen fietshuur. 2 maal overnachting met ontbijt. De natuurgids op zaterdag, Theo dus. Fotografiebegeleiding. Voor beginners de uitleg van de basisregels voor gevorderde technieken. Het gebruik en lenen van filters en uitleg hierover. En de fotobesprekingen. Dit zijn de data die we hebben gepland voor 2021. Het aantal deelnemers klopt inmiddels niet meer. Dat zijn er inmiddels al meer. We hebben 1 weekend eind april, 2 weekenden in mei en 2 weekenden in september. En nou, dat was Ameland. Nu geef ik het woord graag over aan collega Patrick Gijsbus. Die neemt de volgende fotoweekend van mij over. Zo, ik weet niet of jullie het beeld zo goed hebben. Misschien dat mijn collega's even kunnen bevestigen, want ik heb ook de presentatie overgenomen. Ja, kijk, helemaal goed. Ja, ik ben Patrick Gijsbers. Ik ben ondertussen alweer een jaartje of 15 reisbegeleider. Gewerkt in meer dan 30 landen, meer dan 130 reizen begeleid. En naast het begeleiden van reizen doe ik ook heel graag fotografie. In het binnenland, bijvoorbeeld de Veluwe, Brabant, buitenland, ook een heleboel reizen die we hebben, zoals Costa Rica, noem maar op. Maar we gaan het nu hebben over de Veluwe. Even kijken of je naar de volgende pagina wil. Ja, daar is die. De Veluwe, ontzettend mooi gebied. Groot gebied ook, een van de grootste parken, natuurparken van Nederland. En wij hebben gekozen op de Veluwe om ons hotel in de omgeving te hebben van het Sprielde Bos. Ontzettend mooi gebied, heel bijzondere bomen. Dus we hebben gekozen voor dat gebied om daar ons fotoweekend te houden. In de ochtend, zo rond 9:30, 10:00, dan verzamelen bij ons hotel. En dan vervolgens doen we eerst een kleine kennismaking. En dan beginnen we met een masterclass fotografie. Die masterclass fotografie richt zich met name op herfstfotografie, paddenstoelenfotografie. Dat is ook de reden waarom dat we dit de Veluwe herfstreis noemen. Dus daar beginnen we dan mee. En dan daarna krijgen we een lekkere lunch. En na de lunch dan gaan we uiteindelijk het bos in. In het bos dan gaan we op zoek onder andere naar paddenstoelen. Daarvan heb ik een uitgebreide uitleg gehad van hoe fotografeer je nou mooi die paddenstoelen. Hoe let ik op het licht. Al dat soort dingen, dat komen allemaal in bod. Naast de paddenstoelen kun je ook allerlei andere details natuurlijk ook van de herfst fotograferen. Eikeltjes die op de grond liggen, herfstkleuren, het blad wat mooi geel en oranje kleurt. Dus volop mogelijkheden om te fotograferen. We trekken het Sprielde Bos in. Dat is ook bekend vanwege de dansende bomen. Kleine achtergrond ervan. Vroeger in dit gedeelte van de Veluwe was het namelijk zo dat alle rechte bomen die werden gekapt. Die rechte bomen die gekapt werden, werden gebruikt voor hout voor de huizen. De bomen die niet geschikt waren voor het hout, die bleven staan. En dat waren veelal de kromme bomen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het bos wat er nu is, heel veel takken hebben die allerlei kanten op staan. En daardoor dansende bomen genoemd worden. Ik kan ook allerlei technieken overigens doen met paddenstoelfotografie. De foto die je nu ziet, dat is gebruik gemaakt van onder andere een spoeiertje. Zodat je dus ook een soort van die druppels krijgt. Een lampje erop.
Allemaal leuke technieken om de meest bijzondere wow-foto's te maken in ons weekend. Waar we ook op hopen, en dat is de volgende ochtend, vroeg in de ochtend voor het ontbijt, gaan we op pad. En dan gaan we op zoek naar een mooi stukje bos met de hoop dat daar de zonneharpen doorheen komen. Veelal is dit een hele mooie, heel mooi iets in de ochtend om te doen. We kennen de hele mooie locaties ook in de Veluwe. Dus we hopen daar dit soort mooie foto's te kunnen maken. Gelukkig is het zo dat, nou, mochten de weersomstandigheden anders zijn, en zoals je hier op de foto ziet, het is mistig, ook dat is uitermate geschikt om hele mooie foto's te maken. Dus mocht het weer niet helemaal geschikt zijn voor zonneharpen, dan gaan we kijken wat wel mogelijk is. Overigens, deze foto gemaakt om 11 uur in de ochtend, ook in de mist. Dus we passen ons programma ook altijd aan naar de weersomstandigheden zoals ze op dat moment zijn. We bezoeken verschillende delen van het Spilderbos. Onder andere het Solse Gat. Hier zie je een mooie foto van het Solse Gat. Wat het heel erg lastig maakt om dit soort foto's te maken, is om diepte in de foto te brengen. En dat is ook uiteraard hetgeen wat wij jullie als tips geven, hoe je dat nou precies kunt doen. Na de lunch in de middag, dan gaan we naar een ander deel in de Veluwe, dat heet Staverden. En Staverden staat bekend als de kleinste stad van Nederland, om erbij 30 inwoners. Op de foto zie je het kasteel van Staverden. Heel erg mooie omgeving ook om te fotograferen. En ook in dit gebied heb je ontzettend veel paddenstoelen. Dus ook daar heb je uiteraard weer de tijd om ook de paddenstoelen mooi op de foto te zetten. Na Staverden gaan we weer terug richting ons hotel. Kunnen we weer eten. Avond hebben we de fotobespreking, zodat we ook kunnen leren van elkaars foto's. Zoals Jolanda ook al aangaf, een fotobespreking is geen kritiek geven op de foto's. Dat is niet de opzet. Het is om te leren van elkaars foto's, ideeën op te doen. En ook dat we tips kunnen geven om bepaalde dingen, mochten ze niet gelukt zijn, eventueel de volgende dag wel te kunnen doen. En op dag 3, op zondag, dan hopen we ook weer dat er zonneharpen te fotograferen zijn. Gaan we naar een ander deel van het bos, zodat je ook andere foto's weer kunt maken. En na de lunch dan rijden we richting het paleisdomein, het Lo. Kasteeltuinen van het Lo. Prachtig gebied met allerlei meren. Net zoals hier op de foto, mooie reflectie van de bomen in het meer zelf. En hier is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te werken met filters. Wij hebben allerlei filters bij ons die je van ons mag lenen, die je mag gebruiken. Dus in dit geval is hier ook gebruik gemaakt van een mooie filter. Dus die mogelijkheden zijn er bij ons zeker aanwezig. Op het Kronenmeiden lopen ook herten rond. Ook de mogelijkheid om die herten te fotograferen, om dierenfotografie te doen, is uiteraard aanwezig. Goed, wat is er inbegrepen bij de reis op de Veluwe? Uiteraard de overnachtingen met het ontbijt. De entree voor het Kroondomein, de masterclasses, de fotografiebegeleiding, lenen van filters, eventueel statieven en uiteraard ook de fotobespreking. Data voor de weekenden. Dit jaar op 22 en 24 oktober en een week later op 29 en 31 oktober. Data voor volgend jaar zijn overigens ook al online, maar is nog een beetje ver vooruit. En dat was de Veluwe. Dan gaan we nu over naar een andere mooie weekend die we hebben. Dat is het fotoweekend in Brabant. En Brabant heeft op zich 3 hele mooie gebieden voor fotografie. 1. De Biesbos, 2. De Peel en 3. Deze omgeving waar wij naartoe gaan en dat heet het Groene Woud en dat is verdeeld in verschillende stukken. En een daarvan is de Campina, de andere is de Oosterwijkse Bossen en Vennen, zoals je hier ziet. En we gaan ook naar de Loonse en Drunense Duinen. We zitten met ons hotel daar in Oosterwijk en die zitten tegenover de Oosterwijkse Plassen, vlakbij de Campina. En dat betekent dat we heel makkelijk vandaar naar alle gebieden in de omgeving toe kunnen, om zoveel mogelijk te fotograferen en weinig reistijd te hebben. Deze plas overigens, om een idee te geven, ligt
tegenover ons hotel. Ontzettend mooi gebied, zoals ik al zei. Dus het leent zich perfect om daar zonsopgangen, zonsondergangen te fotograferen. Met reflectie in de meren. Ook weer gebruik van filters. Mocht je geen filters hebben, nogmaals, hè, die kun je gewoon lenen van ons. We hebben er altijd veel bij ons. En op de eerste dag doen we in de ochtend ook een kleine masterclass over landschapfotografie. En dan de middag, na de lunch, dan gaan we naar de Oosterwijkse Vennen, Oosterwijkse Plassen, om daar te fotograferen tot en met de zonsondergang. Dan de volgende dag, dan gaan we vroeg in de ochtend op. Dan gaan we naar het gebied de Campina. Dat is een heidegebied. En veelal op de heide in de ochtend heb je dus de mooie nevel hangen over het gebied. Wat ook hele mooie plaatjes natuurlijk oplevert. En als we dan nog geluk hebben, dan lopen de koeien ook nog rond. Die dan zeg maar opdoemen in de nevel, in de mist. Wat ook zorgt voor hele mooie laagjes in de landschappen. En uiteindelijk komt de zon op. En dan gaan we daarna, na zonsopkomst, terug even richting het hotel. Dan pakken we daarna de auto richting de Loonse en Drunense Duinen. Bij de Loonse en Drunense Duinen gaan we lunchen. Dat is een goed restaurant. En na de lunch dan gaan we de Loonse en Drunense Duinen zelf op. Waar we dan allerlei mooie landschappen kunnen gaan fotograferen. Van ons krijg je ook een tip van, tips van welke dingen je op moet letten met landschapfotografie. Het lijnenspel, et cetera. We blijven op de Loonse Drunense Duinen die dag tot en met de zonsondergang. En daarna is het een klein kwartiertje rijden weer terug richting het hotel waar we dan kunnen dineren. De volgende ochtend dan gaan we naar een ander deel weer van de Vennen. Ook om te fotograferen. Uiteraard hopen we op die dag ook weer op nevel, mist, boven het water wat hele mooie plaatjes oplevert. En uiteindelijk in de middag is het de bedoeling... Die ging te snel, om de Campina op te gaan, om daar ook fotoopdrachten te doen. En wat die fotoopdrachten dan zijn op dat moment, klap ik nu nog niet. Blijft altijd een verrassing. Maar het zijn allerlei leuke dingetjes waarbij je dus op een andere manier moet gaan proberen te fotograferen. Dus je leert op die manier anders kijken naar fotografie en anders kijken naar de omgeving. Dat vinden wij heel belangrijk met onze weekenden, dus ook met die fotoopdrachten. Wat is hierbij inbegrepen? Nou, ook uiteraard overnachtingen met het ontbijt. Fotografiebegeleiding, de workshops, uitleg en ook naslagwerk uiteraard. De fotobesprekingen, gebruik van filters, eventueel statief. Al dat soort zaken dat zijn, is inbegrepen in de reis. De data in dit geval dit jaar is 16 tot 18 april, dus in het voorjaar. En we hebben een datum van 10 tot 12 september. We hebben gekozen voor die datum, omdat die datum precies de datum is waarop de heide daar in bloei staat. Dus dat zijn de twee data die we dit jaar momenteel hebben voor ons fotoweekend in Brabant. En dan denk ik dat ik mijn collega Ron het woord kan gaan geven. Hij moet het even overnemen van mij, daar komt hij. Ja, en ook niet vergeten mijn eigen microfoon van de mute af te halen. Dat wil ook wel eens helpen. Voor ik begin, ik heb net een vraag beantwoord van Han. Die ik per ongeluk met beantwoord had met dat ga ik live doen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Intussen heb ik het antwoord er wel bij ingetikt. En ik hoop dat iedereen dat kan zien. En mocht dat niet zo zijn, laat het nog even weten. Dan... gaan we er nog even op een andere manier op terugkomen. Oké, ik ga het hebben met jullie over de fotoreis van de Groninger Waddenkust. En dat is ook een weekend zoals alle reizen die we hier behandelen. En eerst even iets over mezelf, heel kort. Ik ben eigenlijk sinds 2010 bezig met fotografie. En heb me eigenlijk vanaf het eind van dat jaar... gespecialiseerde landschapsfotografie, dat vind ik eigenlijk wel het leukste om te doen. Ben er graag alleen op uit, maar ik vind het ook heel leuk om met een groepje gelijkgestemden, andere fotografen die dit ook leuk vinden, op pad te gaan.
En ja, eigenlijk heb ik al vrij snel, kwam ik erachter dat ik het ook wel heel erg leuk vind om zelf iets te vertellen over fotografie. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf graag aangesloten heb bij fotografiereizen. Ja, het is gewoon heel erg leuk om, iedereen verder te helpen met zijn fotografie. En daarnaast, ja, ligt het nou een beetje stil, maar workshops, cursussen en lezingen, dat doe ik ook graag. Groningen Waddenkust, dat is een, ja, die staat eigenlijk wel voor een groot deel in het teken van landschapsfotografie. Maar daarnaast komt ook een beetje ja, natuur, vogels, zeehonden. Dat komt ook allemaal aan bod. Qua techniek zijn we hier wel bezig met, kun je hier in elk geval bezig met zaken zoals panoramafoto's, HDR-technieken, focusstacking. En uiteraard, het is al vaak genoemd, de filters zijn ook bij dit weekend mee. En die kun je allemaal gebruiken en lenen en proberen. En uiteraard komt daar ook de nodige uitleg bij waar nodig. Dit weekend is eigenlijk een beetje bijzonder, omdat we niet alleen afhankelijk zijn van zonsopkomst en zonsondergang, maar de tijden daarvan, maar ook nog van het getij. Wanneer is het eb, wanneer is het vloed? Want dat bepaalt voor een groot deel ook wat we kunnen doen. Dat maakt het nog wel eens uitdagend om het programma helemaal rond te krijgen, maar het lukt altijd. En ook dat is weer een leuke puzzel eigenlijk. Nou ja, om even een voorbeeld te geven. Bij laagwater wil je naar het wad voor landschapsfotografie. En bij hoogwater gaan we naar de zeehonden. En dat is omdat de zeehonden dan ja, eigenlijk vlakbij de dijk liggen en makkelijker te fotograferen zijn. Anders liggen ze veel te ver weg. We beginnen op vrijdag bij het hotel De Boegschroef in Delfzijl. Het ligt midden in de haven. Dat is een uniek plekje. Ja... Gewoon uitzicht op de haven. En het ligt ook gewoon mooi midden in het gebied. Zodat we weer ja, redelijk centraal zijn. En alle locaties redelijk gemakkelijk te bereiken zijn. En op vrijdag doen we ook hier een masterclass landschapsfotografie. En voor de beginners is er uitleg over basisprincipes. Diafragma, sluitertijd, ISO. Allemaal dat soort dingen. Er zijn een aantal plekken die gaan we in elk geval bezoeken. En ik zei al, we moeten ons dus een beetje aanpassen aan de tij. Dit is de Emmapolder. En daar komen we dan ook het liefst bij laagwater. En het liefst bij zonsondergang. Nou, er is altijd een beetje kijken of dat lukt. Maar als het lukt, dan kun je dus dit soort foto's daar maken. Waar we ook naartoe gaan is de... is bij Bierum, daar is een strandje en daar proberen we de zonsopkomst te pakken. En als het licht mooi is, dan kun je daar ook fantastisch mooie platen maken. En hier zie je een paar voorbeelden daarvan. En de weersomstandigheden zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van wanneer je gaat. En nou ja, in Nederland kan het weer altijd veranderlijk zijn, maar... Ja, in de zomer kan het toch ook wel heel erg aangenaam toeven zijn aan de noordkust van Nederland. En bijna altijd als je ergens aan het wat aan fotograferen bent, heb je bezoekers die ook af en toe hun zegje te doen hebben over je fotografie. En wat ook altijd in het programma zit, is een locatie vlakbij het hotel. Dat is echt op loopafstand en daar gaan we dan ook lopend heen. De zonsopkomst bij, ja, vlakbij de haven van Delfzijl. En nou ja, je ziet het hier ook weer een fantastisch mooi plekje om hele mooie foto's te kunnen maken. Te Muntenzijl, een plek die de punt van Rijden wordt genoemd. Daar gaan we ook heen. Daar heb je ja, best wel woeste mini-landschapjes, om het zo maar te zeggen. Zoals dit hier. En daar kunnen we bij zonsopkomst ook hele mooie dingen doen. Daarnaast heb je aan de Groninger Waddenkust heel veel graanvelden. En dat is in de juli-augustus. Je hebt ook koolzaad in het voorjaar. En
je zou het niet verwachten, maar er zijn ook tulpenvelden in Groningen. Daar staat Groningen niet echt onbekend, maar ze zijn er wel. Groningen wordt ook wel de graanschuur van Nederland genoemd. Ja, dat, als je hier bent in dat gebied, dan is het wel duidelijk. Er zijn zoveel graanakkers en daar levert ook heel veel fotografiemogelijkheden op. En langs de graanakkers vind je steeds vaker randen met bloemen. En dat levert op zichzelf ook weer hele mooie fotomomenten op. Nou, koolzaadvelden heb je in het gebied. Dat was vroeger veel meer, maar tegenwoordig is het meer graan. Maar er zijn nog steeds genoeg velden te vinden in het voorjaar. Het hangt dus een beetje vanaf wanneer je gaat of je koolzaad kunt fotograferen. Nou, ik zei het net al, tulpen. Ze zijn er ook hier. Het is, we staan niet bekend als bollenstreek, maar er zijn wel degelijk bollenvelden in Groningen. Dan de zeehonden. Dat zei ik net al, bij hoogwater gaan we daarheen, want dan zijn ze dichtst bij de dijk te vinden. Dan kun je ze wat makkelijker fotograferen. Rosalie van Zeehondencentrum Eems Delta, die komt dan langs en die vertelt ons van alles over de zeehonden. Hoe ze daar leven, hoeveel jongen ze krijgen, van alles, allerlei informatie. En nou ja, omdat ze dat met zo ontzettend veel enthousiasme vertelt en ook zo ontzettend veel daarover te vertellen heeft, ja, gaat het wel echt leven als je daar bij bent. Je leert van alles over de zeehonden en ze ook nog eens een keer mooi fotograferen. We gaan ook naar Termuntenzijl. En dat is een heel pittoresk plaatsje. En de foto's daarvan hebben we natuurlijk wel. Die komen we nog even achter. En wat daar ook nog wel eens gebeurt, is dat er een zeehond de haven in gezwommen komt. En soms dan ook niet meer terug kan, omdat het tij inmiddels wat lager is geworden. En dan ligt er gewoon een tijdje een zeehond in het haventje in Termuntenzijl. Dan moet hij even wachten tot het weer hoog water is en dan kan hij weer weg. Nou ja, vogels hebben we natuurlijk plenty aan de kust. Meeuwen, maar niet alleen meeuwen. In het bezoekerscentrum De Dollard, waar we zijn voor de zeehonden. Maar daar ligt ook de punt van rijden waar ik net over vertelde. Bij het bezoekerscentrum vind je heel veel zwaluwen met nesten die ze zeg maar aan de dak van het bezoekerscentrum vastmaken. Nou, daar kun je ook hele mooie foto's van maken. De fotobespreking is ook een onderdeel van de Groningen Waddenkust. En het is al gezegd, niet bedoeld om elkaars foto's af te kraken. Maar juist om ideeën van elkaar op te doen en van elkaar te leren. Wat nog niet gezegd is, soms dan willen mensen in eerste instantie niet meedoen aan zo'n fotobespreking. En we gaan natuurlijk nooit iemand verplichten. Maar wat we vaak zien is dat we doen het twee keer in zo'n weekend. Nou, dan kijken ze de eerste keer de kat even uit de boom. En dan de tweede keer hebben ze zoiets van, ja, hier kan ik toch wel aan meedoen. Ik wil zelf ook graag wat foto's laten zien. En dat is wel heel leuk om te zien dat mensen daarin ook een ontwikkeling doormaken. De laatste fotobespreking is dan in het hotel op zondagmiddag. Wat ook in het programma van de Groningen Waddenkust zit, is een bezoek aan een poldermolen. En zonder deze molens in het verleden zou de Waddenkust een stuk verder richting het zuiden liggen. Dus een bezoek aan zo'n molen is ook wel heel erg interessant. En wat extra leuk is, is dat de molenaar van deze molen, dit is de Kloostermolen, die heet Jaap. En dat is zelf een fervent amateurfotograaf. Hij is ook al meegeweest op een reis van fotografiereizen. En hij geeft een zeer enthousiaste rondleiding in zijn molen. En het levert de gelegenheid op om zowel binnen als buiten foto's te maken van die molen. En Jaap is ook altijd bereid om even speciaal voor ons de wieken van de molen in werking te zetten. Kleine disclaimer, moet het wel waaien natuurlijk, want zonder wind wordt het wel heel erg lastig.
Maar als het al een beetje waait, dan kun je ook hier weer speciale foto's maken met gebruik van filters. En met een zogenaamd ND-filter, waarmee je de sluitertijd heel erg kan verlengen. En dan kan je dit soort plaatjes maken zoals je die hier nu ziet. Dan is het eigenlijk zondag rond een uur of vier en dan sluit het programma. En dat is in vogelvlucht het programma voor de Groninger Waddenkust. Wat zit er allemaal in? Twee keer overnachting met ontbijt. Twee keer een 3-gangen keuzemenu. Een masterclass op de vrijdag en voor beginners uitleg van... van wat basiszaken en ook van wat compositieregels. Al genoemd de gebruik en lenen van filters en uitleg daarover. Natuurgids Rosalie, die komt vertellen over de zeehonden. En Jaap met zijn uitleg over de Kloostermolen. Fotografiebegeleiding tijdens het hele weekend. We zijn... meestal met twee begeleiders waarin en we zijn de hele tijd voor jullie zijn we daar om jullie vragen te beantwoorden en om jullie fotografie naar een hoger niveau te krijgen. Zoals ik net al noemde, de fotobespreking doen we ook twee keer. Data, 30 april, 1 en 2 mei, dan ben ik zelf en Ton, die vandaag ook aanwezig is, wij begeleiden dat weekend. 2, 3 en 4 juli. En 13, 14 en 15 augustus. Jolanda kan zo meteen vast nog wel vertellen of deze cijfers nog actueel zijn. Maar meestal dan loopt het allemaal wel wat op. Dat was mijn verhaal. En dan geef ik nu weer het woord aan Jolanda. Bedankt. Ik zal even de boel weer opstarten. Want we hebben nog één fotoweekend te gaan. En dat is het fotoweekend Drentse Heide. Net als bij de andere fotoweekenden word je op vrijdag rond 10:30 s'morgens verwacht. In Fletcher Hotel de Zeegse Duinen. Het hotel ligt echt pal naast een prachtig heidegebied. Dat zie je hier op de foto. We beginnen eerst met een masterclass over het fotograferen van heide- en boslandschappen. Uiteraard beginnen we weer de beginners uit te leggen van wat is een diafragma, wat is een sluitertijd, wat is ISO, wat basiscompositieregels. In de middag gaan we naar de Gasterse Duinen toe. Daar kun je alvast een hele mooie locatie uitzoeken voor de zonsopgang die je de volgende ochtend wil doen. Het kan ook zijn dat we naar de Zeegse Duinen gaan of naar het Balloerveld. Eigenlijk zitten we vlakbij drie prachtige heidegebieden. Dus we kunnen elke keer kijken waar we naartoe gaan. Ook een beetje afhankelijk van het weer. En we kunnen de groep ook opsplitsen in twee groepen. Elke groep met de eigen fotograaf. En die kunnen elk naar een andere locatie gaan. De eerste avond fotografeer de zonsondergang. Dat kan ook meerdere plekken uiteraard in het gebied. Onder meer bij een vennetje in de Zeegse Duinen. Maar omdat de ruimte hier ook een beetje beperkt is, splitsen we de groep weer op. En kan groep 2 bijvoorbeeld naar de Drentse Aa gaan. Dit is een foto die door een van de deelnemers, Jochem, is gemaakt. En de volgende dag kunnen we het net omdraaien. Dan kan groep 1 naar de Drentse Aa gaan en groep 2 bijvoorbeeld naar de Vennetjes. De volgende dag. Dit wil je eigenlijk hebben, hè? Dit beeld. De zonsopkomst in de Gasterse Duinen. De Gasterse Duinen is een heuvelachtig gebiedje met heel veel bloeiende heide. En doordat het heuvelachtig is, blijven die nevelstroken vaak een beetje hangen. En dat maakt dit soort hele mooie foto's. Hopen op een paar van die mooie mistflarden. Er lopen ook schaapjes op de heide. Er lopen koeien. Hier heb je nog wat beelden wat je 's morgens kan fotograferen. Dan gaan we terug naar het hotel, gaan we ontbijten. En na het ontbijt gaan we een wandeling maken in de Zeegse Duinengebied. En uiteindelijk kom je bij de Drentse Aa uit. Ook een heel mooi gebied. Tijdens dit weekend kun je ook aan de slag met bijvoorbeeld de ICM-technieken, als je dat leuk vindt. ICM betekent Intentional Camera Movement.
We zullen tijdens het weekend uitleggen wat dat precies is. Ook hier hebben we een molen die we kunnen fotograferen. Dit is ook in het gebied bij de Drentse A. Dit is bij de Oude Molen. Daar heb je wat watertjes. Nou, na het diner hebben we een fotobespreking. En we doen wederom uiteraard avondfotografie. Dan dag 3. We gaan weer naar de zonsopkomst uiteraard. Deze is gemaakt op het Ballenhoofdveld. Dat is weer een totaal ander heidegebied dan de Zeegse Duinen en dan de Gastense Duinen. Dit is een vrij vlak gebied, maar met heel veel mooie solitaire bomen die er staan. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet. Nou, als we hier uitgefotografeerd zijn, de zon die gaat wat verder op, we zijn klaar. Dan gaan we naar het hunebed van Tinalo. En dan ga je een hunebed fotograferen. Een hunebed mag natuurlijk niet ontbreken, hè, in een fotoweekend Drentse Heide. Dat hoort er echt in. Vervolgens gaan we een fotobespreking doen. En dan gaan we naar de Zeegse Duinen of het Ballenhoofdveld om de schaapskudde te fotograferen. Nou, hier zie je deelnemers die bezig zijn met de schaapskudde. Ook altijd echt een heel leuk onderwerp. En dan om 4 uur op de zondag is het fotoweekend Drenthe afgelopen. Nou, wat is hier inbegrepen bij de reiszon? 2 keer overnachting met ontbijt in Fletcher Hotel de Zeegse Duinen. Een masterclass over het fotograferen op de heide, landschapsfotografie. Voor beginners weer de uitleg van de basisregels. Uiteraard ook weer gebruik en lenen van filters, eventueel een statief als je die niet hebt. En de fotografiebegeleiding en de fotobesprekingen. De data. Voor dit jaar is het 27, 28, 29 augustus en 3, 4 en 5 september. Voor volgend jaar is het ook ongeveer diezelfde weekenden. Want dit zijn natuurlijk de weekenden dat de heide bloeit. Nou, wat heb je nodig voor fotoapparatuur voor alle weekenden? Nou, een camera met een groothoeklens of een standaardlens voor de landschapsfotografie. Voor Ameland en de Veluwe is een macrolens aanbevolen. Daarnaast is een tele- of een zoomlens vaak wel handig. Wat ook heel handig is, een beschermhoes voor de camera tegen regen, maar ook tegen bijvoorbeeld zand op Ameland als dat stuift. Een statief kan je eventueel van ons lenen. Filters, ook die kan je eventueel van ons lenen. Een afstandsbediening, voldoende geheugenkaartjes, een extra accu voor de camera, een zonnekap. Een zonnekap is niet alleen handig tegen de zon, maar die is ook heel handig tegen de regenspetters. En een schoonmaaksetje om je lenzen af en toe even schoon te maken. Wat voor kleding wordt aanbevolen? Nou, in ieder geval voldoende warme kleding en bijvoorbeeld in laagjes. En vooral ook kleding die vies mag worden. Regenkleding is handig, goede wandelschoenen bij alle reizen en bij het Groninger Bad is het misschien handig om een stel laarzen mee te nemen, want je staat een beetje in het slik, dus je schoenen worden echt vies. Daarnaast voor met name de voorjaars, najaars en winterreizen is het aanbevolen om handschoenen aan te doen. We hebben nog een aanbieding. Of een aanbieding, als je boekt tot en met 28 februari een van onze reizen, dan maak je kans op een reisvoucher, ter waarde van €50. We verloten in totaal 3 reisvouchers onder alle snelboekers, zeg maar. Dus je hebt 3 keer kans op €50 korting op jouw fotoreis. Nou, dat was de presentatie. Ik weet niet of er nog vragen openstaan op dit moment. Schrijf je in ieder geval in voor de nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt. Er staan vaak hele interessante blogs over allerlei fotografieonderwerpen in de nieuwsbrief. En op onze website. Er staan nieuwe fotografiecursussen, nieuwe data en ook heel veel positieve reviews. Heb je vragen en of kom je achteraf achter dat je denkt van oh, dit had ik graag nog even willen vragen. Dan kun je ons ook altijd bellen. Tot vanavond 10 uur zijn we bereikbaar. Je kunt ook even een mailtje sturen. Eventueel je telefoonnummer erin zetten, zodat we je weer terug kunnen bellen.
Nou, dit waren de presentaties. Ik zie dat het bijna 8 uur is. We beginnen zo meteen met de presentatie Kenia-Tanzania. En een aantal van jullie doen die presentatie ook. Dus dan zie ik jullie zo meteen verder. Met dank namens alle collega's. Ja, dankjewel. En dan stoppen we bij deze. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ja, bedankt iedereen voor jullie aandacht. Thank you.